Kom op, Kel, we gaan even de boel uit de bak halen. Ja, deze kant op. Hé, hey, kijk eens even. Dit is een bollenasiel waar buurtbewoners uitgebloeide bollen. En dat zijn eigenlijk die potjes die je dus nu bij de bloemist of bij de supermarkt koopt. En dan is dat uitgebloeid. Ja, en veel mensen gooien dat weg. Maar dat moeten ze niet doen. Dan moeten ze bij ons komen brengen. En in de kruiwagen. Yeah. Als we zo de bollen binnenkrijgen, dan zetten we ze meestal even in een bak met water. Want de aarde is vaak uitgedroogd. En daarna zetten we ze in dit soort bakken. En wat er eigenlijk gebeurt, is het natuurlijke proces van een bol. Het blad gaat ervoor zorgen dat de bol weer vol energie komt. Het blad sterft uiteindelijk af. Van de zomer halen wij de bollen tussen de aarde vandaan. En in de herfst planten we ze weer uit. En dan volgend jaar voorjaar zie je overal weer nieuwe narcissen en hyacinten opkomen. Oké, Kel, geef de narcissen maar. Die moeten aan deze kant. Toen ik ermee begon, toen dacht ik, ja, er zal wel iemand komen, maar we krijgen echt zakken vol. Je doet dit altijd met Kelvin of ook met andere mensen? Nee, ook met andere mensen. We hebben een grote groep cliënten die dit leuk vinden. En de winter is voor ons altijd een lastige periode. Want ja, je kan niet in de tuin werken en allerlei andere activiteiten vallen weg. Maar dit is juist een leuke winteractiviteit. Ja, nog één. En wat belangrijk is, als mensen bollen inleveren, laat het blad er aan. Ik krijg regelmatig in de kist bollen waar het blad afgeknipt is. Dat blad is echt essentieel voor de bol om weer door te kunnen leven. Dus inleveren met blad graag. Dag, dag. Ja.